Om meerdere redenen is het een uniek stuk. Het is een triptiek. Dus drie delen die helemaal met elkaar verbonden zijn. Eigenlijk zonder pauze. Dat is al bijzonder. Waarbij dan de drie delen zeer verschillend van karakter zijn. En de randdelen, het eerste en het derde deel, ook nog eens echt uniek. Een soort van componeerstijl voor orgel die Bach verder nooit meer gebruikt heeft. Het orgel in Hamburg heeft, zoals veel Duitse orgels en ook Italiaanse, Oostenrijkse orgels, allerlei leuke speeltjes. Nou kijk, wat ik zou willen doen is... Nee, maar er moet water in. Maar wat ik het beste kan doen is dit. De cymbalster bestaat uit een rad van allerlei belletjes. En als je het register opentrekt, dan komt er lucht uit het windkanaal. En de lucht gaat dan langs de belletjes en het gaat dan draaien. Het is een soort rad van avontuur, zal ik maar zeggen. En het geeft dan een heel mooi frivol geluid, wat zich mooi mengt in dit geval met de registratie van het eerste deel van Pièce d'Orgue. Men weet dat het mode was om cymbalsterren te gebruiken in advent- en kersttijd. Het is in heel veel orgelculturen, zuidelijker orgelculturen, zeer gebruikelijk geweest om niet alleen al deze prachtige extra spielerijen op een orgel te zetten, maar men heeft ze natuurlijk ook gebruikt, anders zouden ze er nooit opgezet worden. En vele eeuwen lang is daar dankbaar gebruik van gemaakt. En dit is een stuk waar ik spontaan het erbij trok en meteen dacht, ja, dit moet ik doen. Dat is zo schön. Herrlich. Fantastisch. Fantastisch?